Een hele goede avond en hartelijk welkom bij deze wedstrijd. Die gaat tussen Sliersport en Eurosport. De allereerste thuiswedstrijd van onze dames in de kampioenspool, André. Yes. En dat is gelijk een topper tegen Eurosport uit Vroomshoop. Ja. En onze dames hebben ook iets goed te maken vanavond. Afgelopen weekend klop gekregen. Toch wat rauwe dag gekomen, denk ik. Ja, wat ik gehoord heb, was het ook inderdaad niet heel best. Niet heel best? Nee, het was niet heel best. We hebben heel wisselvallig gespeeld. We hebben 17-5 achter, eerste set. We hebben nog niet de kampioensvorm te pakken. En dat in het achterhoofd hebbende, zal dit een zeer, zeer belangrijk en beladen potje worden. Gelijk een leuke inderdaad, de eerste thuiswedstrijd tegen Eurosport. Ja, gewoon een goede ploeg. We hebben eventjes gekeken op de formulieren. Ook een jonge, talentvolle ploeg, evenals onze dames. Wat dat betreft vergelijkbaar. Een ware coach die weet wat je moet doen om van Sliedrecht te kunnen winnen. Ja. Laten we wel weten, Jan Berendsen. Ja, Jan is alleen geen hoofdcoach meer, hè? Toch zal hij wel zijn invloeden hebben. Ja. Nee, maar scherp. Ja. Je staat scherp in, André. Dat vind ik fijn om te voelen. Ja, mooi. Ja, we zijn ondertussen aan het kijken naar de starting six. Als ze gaan staan, dan kunnen we ook eventjes kijken of daar nog verrassingen in zitten. Ondertussen maken ook de dames zich klaar om het veld meteen. Zien we gelijk nummer 4, Jolijn de Haan. Even als Fleur Savelkoel en Van Berkel de stad natuurlijk ook. En Jan de Baak op het midden. Ja. Versterkt door Kalijn, Anna Rekkaard de spelverdeling en haar zusje op de libero-positie. Niet echt verrassend, of wel, André? Nee, ja, ik ben heel blij dat Jolijn speelt, maar dat is een persoonlijke voorkeur. Dus ook mijn historie met haar. Dus ik zie qua clubman liever Jolijn, maar Brechtje Kruijvang is natuurlijk meer dan voortreffelijke diagonaal speler. Ik zie er geen enkele verrassing op het midden. Kunnen we geen verrassing hebben? He, dus die spelen altijd. Anna speelt eigenlijk ook het hele seizoen al. En Fleur en Esther spelen eigenlijk ook het hele seizoen al. Dan weet ik wel dat Esther afgelopen zaterdag niet startte. Dat Christy daarvoor startte. Dus het is eigenlijk de hele vertrouwde basis. Zeker van de eerste competitiehelft tot aan december. Ja. Toch, zo hebben we eigenlijk altijd gespeeld. Toch de vertrouwde basis inderdaad om in dat ritme misschien te komen. Laten we dat hopen. Anna Rekkaard zal starten met service namens Sliedrecht. Dan gaan we kijken wat de eerste bal van de wedstrijd gaat brengen. Anna Rekkaard. Kijk, en het is gelijk. Het vuur. Paas over het net. En Fleur Savelkoel stond er binnen. Het is lekker. Gewoon eventjes de vinnigheid. Precies. Kijk, het valt mij op dat Eurosport begonnen is met een nummer 10. Jolien Knollema. Net 16 jaar geworden. Ze haar eerste jaar in de eredivisie. Dus ik vind het op. Het is een tactisch iets om met meer lange mensen te spelen. Maar ik vind het wel een gedurfde de keuze om met haar te starten. Ze start niet heel vaak. Ze zocht daar ook gelijk op en twee keer wel met succes. Precies. Aanvallend zeker heel erg prima. Speelde vorig jaar nog bij Assen. Sudoze Desto. Dit jaar voor het eerst in de Eredivisie. Hij heeft... er blijkt nu... er moet wat geveegd worden op het vloertje. Dus dat moest even gebeuren. Nu al? Ja. Tweede punt zet gespeeld. Ja. Nu al we moeten heel hard ingeslagen hebben. Paas, Savelkoel, Kanaar zelf. Hard in! Toch nog de handjes van de libero Suzanne Kos. Suzanne Kos. Ja. Tegenaan. Lekker, we hebben Fleur nu al twee keer de bal hard in zien staan, dat belooft wat. Nu ook zelf aan service, Fleur Savelkoel. Kors aangeserveerd, goede paas. Combinatie over het midden, goed gered, Rekkaard. Ja, dat is dragen.
Timmerman is er niet helemaal mee eens. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, als ik heel eerlijk mag zijn, maar ja. Het is ook lastig, want je ziet hem wel als drager, maar ze doet het met de vuist. En dan zou hij eigenlijk niet mogen af. Maar wat kan onze het schelen? Daarom, discutabel balletje, maar hè, goede kant op. Tussen de rally verder, Rekar, De Haan. Ja, dat is lekker. En die mag het uit. En zo neemt hij het sport wat afstand gelijk in het eerste deel van de eerste set al. 4-1. Een goed begin. Zeker. Aanvallend begin. En dat zie ik altijd wel heel graag. Maar goed, dat is ook iets waar we ook wel bekend op staan. Wij kunnen natuurlijk fantastisch. We hebben een enorme avondspower op. Zeker op dames, als je naar dames teams kijkt, dan kunnen wij echt met de lijn met Esther van Berken, met Fleur, Sabelkoe, Lisanne op het midden, hebben zoveel aanvallend vermogen. Daar kan geen enkel ander Eredivisie team tegenover staan. Het gaat erom wat we nu doen. Hè? Hoe goed kunnen we passen? Nou, dat ziet er ook nog heel behoorlijk uit. Ja, dat kan die invallen. Ik dacht dat hij inviel. Valt uit. Protest weer aan de kant van Eurospet. Gelijk ingrijpen door de arbiter van vanavond. Het is klaar nu. Afgelopen. Fluit wat ik zie. Maar het is fijn om, zeker hè, in je eerste rotatie, zoals het dan heet, hè, om gewoon paas te kijken. Want zij doen het nu weer. Hè? Ja, tien is erg. Dat zie je nu al. Wij zoeken haar op. Maar zij heeft het ook nog niet helemaal onder controle. Nee, wij nee. Juist wel. Wij hebben het juist wel op paas net onder controle. Dus dat we openen en we starten in ieder geval van steen. Dit is een redelijke paas. Overname Carlijn. Hoog en goed en hard. Opnieuw dan. Ja, slim. Dat is geen overname van Carlijn trouwens, maar van Lisanne. Ja, ze staat een 7 tegen 2 in deze eerste set. En Marcia heeft echt een hele sterke indruk. Knollema, een blokkering. Niet kunnen keren, vind je Eurospet. 3 tegen 7. Daarvoor staat ze er ook in. Die 10. Daarom zat de 10 erin. Ja. Meer, ze brengt iets meer aanvallend vermogen. Ja, een stukje lengte ook natuurlijk. Lengte. Goeie paas, zeg hé. Nou, die gaat achterover natuurlijk. Hard in. Jolijn. Fantastisch gespeeld. Geweldig. Daan aan service. Ja, hard in die blokkering van Anna Rekar en Lisanne Baak. Ja, die zitten er echt niet lekker in hoor, nummer 10. Nee, Jolien. Jolien Knollema. Ja. Maar we zoeken ook wel echt heel bewust op. Hè. Dat zie je wel. Hè. Dat zie je het tactische concept van Vera. Hier, nou, dat zal niet heel lang. Nee, dit. Time-out of een wissel? Time-out. Wat gaat er komen? Time-out. Nou, André, 10 tegen 3. Fantastisch. Wat hebben we gezien? We hebben gezien dat we eigenlijk maar. Zij hebben we gewoon maar uit mijn hoofd 4 keer geserveerd. En wij hebben 4 keer goed gepast. En als we dat kunnen, dan zijn wij beter. Want hè, wat ik al zei, wij hebben zoveel aanvallend vermogen. Hè, wij ten opzichte van alle andere Eredivisie teams. Dat we als wij het kunnen pasen, als wij blijven pasen, dan kunnen we onze aanvalskracht kwijt. En dan zijn we beter dan iedereen. Ja, goede conclusie is van de conclusie. Ja, aanvallend gewoon sterk as usual. Goed op pasen. En we hebben een goed strijdplan. He, als ik het zo mag noemen. We pakken Jolien serverend eruit. Goeie paas dit keer. Pijp. Gaan zij paasen? Gaan zij ook paasen? Ja, dan wordt een evenwichtige wissel. Ja?
En dat is wat ze nu onder controle moeten krijgen. Dus ik ben heel benieuwd wat de coach van Eurosport tegenover ons strijdplan serveren ze. Gaat ze jullie uit de paas halen? Wat gaat ze dan kijken? Dit is even evenwichtig aan elkaar. Zij blokkeren de bal, maar wij blokkeren de bal. Maar wat? Hoe houdt onze service, onze passen tegenover hun service? En andersom. Nou, dan pak je deze gelukkig lekker mee. Van Berkwaser. Even kijken wie er wordt gezocht. Die gooit hem hard. Kijk. Dit is effectief. Opnieuw bouwen via Rekkaar. Andere Rekkaar. Opnieuw gekeerd. Overname door Kos. Nollema. Opnieuw gekeerd. Hij mag doorgespeeld worden. Ja, op het midden dan. Nee. Nieuwe kans. Nou. Ja, die gaat in. Ja, ze speelt echt een hele goede pot onder door. Jolijn Daan, nummer 4. Wordt veel gezocht en terecht, want ze scoort ook echt fantastisch veel. Maar goed, kritische noot die je ook hier vandaan mag plaatsen is wel dat ik vind dat Eurosport wel gelijk heeft om hier kritiek op te hebben. Hè. Deze bal had nooit doorgespeeld mogen worden. Hij gaat door de vingers van Anna heen en dat moet hij er gewoon uithalen. Ja. Ja, zeker in de Eredivisie. Goeie paas. Nou, goed maar dan. Is het er goed bij, Kos. Wessels. Uit, ja. En zo loopt Sliedrecht steeds verder uit. 13 tegen 5. De marge is 8. Dat is wel echt lekker volleyballen hoor. Dan kun je wel echt gewoon lekker alles erin spelen. Maar de ogen ook fris. We ogen fel. Enthousiast. En dus dat geeft heel veel vertrouwen. Weer een klasse paas van Zavekoe hoog. Opnieuw. Hard in de blokkering en dat is dan wel een opsteker als je bij Eurosport speelt. Opvallend veel servicefouten aan de kant van Eurosport. Ja, ik denk dat je dat terecht opmerkt. Ik heb echt al een aantal ballen, maar ook veel uit. Aan de ene kant is dat natuurlijk het teken dat er vol risico wordt geserveerd. Aan de andere kant moet je gaan kijken of dat niet even iets anders kan, want je zit 14-7 achter. Ja, dit is klasse hoor. Opnieuw, hoge paas. Publiek gaat meetellen. Zavekoe dan, ja. Opnieuw gekeerd door Kos. Overname. Ja. Het doet niet altijd hard. Het is ook op slimme wijze hoe het balletje in het centrum wordt gelegd. Veel handen ernaartoe, maar niemand was op tijd. Maar we hielden hem in de rally door prima verdedigend werk. En dat is... Daar red je het punt. Ja. Goeie paas, Kos. Nou, Wessels dan. Ja, die gaat in. Ja, wat je zegt heel terecht, André, als ze inderdaad goed gaan pasen, dan gaan ze echt de punten wel maken. Dan gaan ze echt de punten maken. Dat is wel... Alleen dan staan we nog steeds 7 punten voor. Dus. Punt begint ook weer bij een goede paas van Fleur Zavekoe. Die staat echt als een dijk ook te pasen. Ja, en dan heb je gewoon heel veel mogelijkheden.
16 tegen 8. Sliedrecht Sport is oppermachtig tot nu toe. 17 tegen 8 zelfs. Komt er een wissel aan. Of laat Dagmar Boom het veld voor nummer 3. Esther de Vries. Ja, je moet wat gaan forceren. Ja, maar ze laat Jolien knollen maar staan. Terwijl ze achter te spelen is. Ja, weer. Ik kan die keuze niet helemaal bedenken waarom ze dat doet. Maar. Nee, ik snap het inderdaad ook niet. Ik denk dat Jolijn, onze Jolijn, alles gemaakt heeft. 100% scoren. Ik kan me niet heugen dat ze een keer in de rally de rallybal geslagen heeft. Nee. Maar ik denk dat je aardig in de buurt zit. Ja, goede paas. Kijk eens aan. Fantastisch. Goed verdedigd door Anna. Mooi dan. Niks aan het doen. Is ook niet de eerste de beste, hè, Eline? Nee, zeker niet. Eline Timmermans. International. Ja, dat is gewoon een fantastische midden. Maar ja, dan moet je er wel aan kunnen spelen en dat is nog niet heel vaak voorgekomen. Nou. In eerste instantie doorzien, maar niet hoog genoeg. En zo pakt Kalijners ook haar puntjes mee. Plus Averkoe aan service namens Sliedrecht. Tegen 9, time-out, Eurospet. Ja, te laat. Ja, nou ja, dat ook, maar het gaat ook een beetje gênant worden. Ja, het is wel. Het is nou, we kunnen wel zeggen, als ze dit gaan doen, dan wordt het een evenwichtige wedstrijd, maar ze doen nu nog niks. Hè? En we hebben vanaf punt 1 zeggen we, nou, die 10 die hebben er uitgepakt om te serveren. Als je dan een wissel doet, dan blijft zij ook nog staan. Dan weet ik niet precies wat hun strijdwijze nou is. Ja, zou dat dan zijn om haar niet uit haar zelfvertrouwen te halen? Ja, dat kan. Je kan zeggen, joh, ze begint wel vaker zwak. Hè, ze komt wel terug in de wedstrijd, termen van dat. Maar ja, als dat zo is, dan ga je ervan uit dat ze in ieder geval niet meer in set 1. Dat is hem. Moet wel heel gek lopen. Wil dat nog? Nou, hier weer een typisch voorbeeld. Ja. Aangeserveerd. En dan, ja, fout pasen en ook nog eens uitslaan. Ja, het houdt even niet over. Ze hebben één bal gemaakt. Aanval. Ja. Ja. En als medespeler word je er een beetje moedeloos van. Ja, zeker iemand met staat van dienst als Timmerman. Ja. Ja, dit is ook niet heel gelukkig. 22 tegen 9 gaat de wissel aankomen, ja. Wessels slaat het veld voor nummer 11. Lopke Overtoom. Ja. Kom bij Donitas vandaan uit de top divisie. Ja, goed, dan lukt dat natuurlijk helemaal niets meer. En gaan ze zelfs goed school onder de 10 houden. Dat zou wel een schrikbarende uitslag zijn. Maar goed, kan ons het schelen. Wij hebben de. Want het moeilijke van dit soort setjes is het dat je eigenlijk nog niet weet wat de krachtsverschillen zijn. Nee, inderdaad. Dus, we hoeven alleen maar aan te vallen. Zij passen zo matig. De komen ballen komen zo makkelijk over de. Dus er is nog geen. Er is nog geen strijd geweest. Heel fijn dat je zo'n eerste set met belachelijke cijfers wint. Ja.
Hoppakee. Ja, maar laten we... Ja, goed. Onder de 10. Onder de 10. Laten we ook vooral wel aanstippen hoe goed Frieder speelt. Het is niet zo dat Eurosport nou compleet... Nee, zeker waar. Zeker waar. We hebben zoveel druk vanuit onze service. Nee. En dan krijgen we ze allemaal, bijna allemaal makkelijk terug. En ik moet zeggen, de ballen die we hebben kunnen verdedigen, hoe moeilijk ook, die hadden we ook. Dus we hebben ook niks weggegeven. Niks weggegeven. Nee. Alle opties die we hadden om de ballen te verdedigen, die hadden we. Dus we hebben er echt alles aan gedaan om ballen van de vloer te halen, om volle bak om te slaan, om druk met je service te leveren. Dus hou die aan. Vera hoeft alleen maar te zeggen, hou dit vol. Ja, houd het vast. Het is een cliché, maar toch zo waar. Ja. Toevoegend aan de paas inderdaad, ook een fantastisch verdedigend werk. Ja. En daarbij de fantastische aanval. Ja, het is eigenlijk het is nog supersterk wat ze hier laten zien. Ja, 100%. Ja. Dus dan vraag je af, wat is daar zaterdag gebeurd bij Apollo? Wat heeft Apollo anders gedaan als we dit kunnen spelen? Ik weet niet of er bij Eurosport is gekeken naar die wedstrijd. Ik denk eigenlijk van niet. Ja, het ligt 10 kilometer naast elkaar. Dus. Ja, dat is ook weer zo. Dus ja, ik denk wel dat ze ernaar gekeken hebben. Of de beelden in ieder geval gezien. Ja. Nou, wij gaan even een slokje doen, denk ik. Ja, is goed. Ja, hartelijk welkom na een korte pauze. We gaan kijken naar set 2. Set 1 net uitgebreid geëvalueerd. Zo zou ook bij Eurosport gegaan zijn, denk ik. Hè? Want we zien wel een wijziging aan de kant van Eurosport. Mag jij zeggen welke, André? Nou, dat de nummer 10, Jolien Knollema, dat er toch maar uitgehaald is. Hè? En dat we nu met Boom en De Vries spelen. Als ze met Bomen en De Vries als Pasen lopen spelen. Daarmee hopen ze meer rust te creëren in het Pasen. Waardoor we, nou ja, wat we in de eerste set zeiden, dat we wellicht een iets wat evenwichtige wedstrijd krijgen. Maar ze moeten wel heel veel beter Pasen. Willen ze een 25-10 of 25-9 evenwichtig maken. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, we gaan het zien. Maar dan het Lam... serveert voor de eerste bal van deze set. Ja, en daar heeft Savakoel gezocht. Gaat lekker door het waar ze mee bezig was. Puntjes maken. En dan staan we weer op 0 tegen 1. Waar we Anna Reka aan service krijgen. Wie ga je nu zoeken, André? Dat is goed. Als we de cijfers van de eerste set... Nou ja, als je maar niks zegt, dan krijg je vanzelf het antwoord. Nee. Ja, ik zeg wel niks meer. Ik zou zeggen, aan de cijfers van de eerste set zou ik die nummer 3 zoeken. Ja. Alhoewel ik wel vind dat zij een goede speelster. Ja, die mag inderdaad niet door. Ja, prima. Alhoewel die tegels is, vind ik het wel goed dat hij dat soort ballen eruit haalt. Die haalt hij er in de eerste set ook uit. Ja, ook hij zal zichzelf geëvalueerd hebben, denk ik. Best wel zijn service. Zo, goede paas, zeg hij. Nou, die gaat hard. Vier de handen opnieuw. Kos.
Een slim balletje in het centrum. Doorzien, maar niet de tijd. Opvallend. Opvallend is wel dat ze Fleur Sabelkool, onze nummer 6, rechtdoor blokkeerde. Ja, kan je eens uitleggen? Meer opvallend is dat omdat ze altijd diagonaal slaat. Wel ja. Heel vaak de diagonaal slaat. Ja, dat is een aparte keuze dan inderdaad. Ja, maar dat kan zijn omdat hij misschien wat scherp was of analyses bekeken hebben dat ze misschien op rechts toch regelmatig een balletje rechtdoor aanvalt. Net fout gezien aan de kant van Eurospet, waar Eurospet het dan weer niet mee eens is. De onschuld in de ogen, ja, we moeten eventjes afwachten of het allemaal terechte onschuld is. Ja. We zullen het nooit weten. Kijk, dit is lekker. Ja. Dag maar Boom, harde bal gekeerd. Ja, weer een goede verdediging van Savekoel. Harde blokkering, Esther van Berkel maakt een punt namens Stierrecht. Het is echt een goede wedstrijd hoor, hé. Ja, we spelen echt heel goed. Maar ik moet zo kijken, we vergeten het snel, maar de bal die Anna geeft naar Esther is zo op tempo dat die midden loopt dat gewoon niet meer dicht. Nee. En dat is dus 50% van de mooie aanval van Esther zit in Anna die bal zo prachtig gespeeld. Ja. Wordt wel eens vergeten. De aanvallers krijgen vaak. De aandacht is ook verder geen ramp, maar wij hebben natuurlijk wel een bovengemiddeld goede spel. Top. Balletje op de borst. Ja. Sneu. Ja, ja, dat is wel een nare bijkomstigheid. Goed, ondertussen staan we gewoon wel weer 5-3 voor. En dat is gewoon we gaan ijzeren hij nu door. Dat vind ik ook. Zo. Niet het gezicht volgens mij, of wel? Nee. Het voorhoofd. Nou. Kan pijn doen hoor. Ja. Timmerman, aan service. En voor het eerst kunnen de mensen uit Vroomshoop ook klappen. Dat is ook wel fijn. Ja, leuk dat je het inderdaad ook aanstelt. Er zijn best wel wat mensen ook meegekomen vanuit Vroomshoop. Leuk is dat zo in deze. Het is ook knap. Ik denk op woensdagavond. Nee, ook weer. Dit is zo'n prachtige tempobal. En wij zitten natuurlijk op een prachtige plek waar we het ook nog zo mooi kunnen zien. Mooi paasje, tempobal aan de buitenkant, 100% scoren. Prachtig. Echt één uit het boekje. Hey. We hebben een gelijke stand. 6-6. En 3 aanvallers voor. De Eurospet dan. Omloopbal. Ja, die is lekker. Zo. We worden er bijna op André's schild. Maar het bord was André's schild, dus. André gaat gewoon ijzeren rijden door. Ja, die verblikte verloosde die van. Gelijk een fantastische zaalcrew erbij natuurlijk ook. Niks het handje. Fantastisch. Theo erbij, hoofdzaalwacht. Hoofdzaalwacht, hè, tegenwoordig. Ja. Die maakt stappen. Ja. Maar goed, het lijkt erop dat we iets meer een wedstrijd krijgen. Dus ja. Dat is voor de toeschouwer leuk. Ja. Voor de supporter hadden we de eerste set gevonden, we prachtig. Ja, dat was wel eventjes. Ja, was het. 7-7, we hebben 5-5 gehad, 6 en nu dan 7-7. Gaat lekker gelijk op. Het is echt knap hoe je je dan kunt herpakken na zo'n eerste set. Nou ja, ook als verliezer voel je dat je eigenlijk nog niet gevolleybald hebt.
Dus het is heel raar, als je zo enorm een set verliest, denk je van ja, ik heb niks gedaan. Wat ik gedaan heb, deed ik fout, dus alles wat ik dan doe is altijd beter. Dus dat geeft hem, heel gek het ook is, dat geeft een beter gevoel als je dan een paar punten maakt in zo'n volgende set. Dan denk je, hé, ik zit erin, ik kan beter spelen. Krijg je wat... dan moet je niet dit soort dingen doen. Die zal weer aanserven. Ja, die is. Wauw, wat een gek puntje. Nou, wel terecht volgens mij toch? Gewoon. Ja, punt verschillen. Marianne Lam namens Eurospet. Goede paas, is echt van Zavekoe. Ja, dan kun je alles doen. En dan gaat hij naar Van Berkel en dan gaat hij in de blokkering. Lam. Goed, prima paas nog. Nou, zelf dan. Net fout gezien. Wederom en weer. Ja, het net beweegt wel. Ja. Maar ja. Maar dat. Ja. Ja. Beetje wanhopig worden ze ervan bij Eurospet. Nou, Rekka, lekker service via het net. Nou, die gaat dan nog een diagonaal naar Wessels. Hij had in de blokkering van... Carlijn en Fleur. Ja, dit is wel een aardige blokkering op die hier voor je. Deze was echt van. Ja. Deze was echt van. Hij zorg dat je hem niet naar beneden slaat. Als ik mijn meidje zeg, dan zeg ik, hij slaat hem niet naar beneden op de bal. En je weet dat hij achterover gaat. Hè? Het was een bal die, waar ze echt naar moesten duiken. Dus pak hem hoog, slaan die hand eruit. Hopen dat de scheidsrechter ziet. Precies. Ja. Maar we hebben de voorsprong. Ja, we zijn heel netjes binnengehouden van Anna Reka. Ja, dit is, je zei het net al, André, inderdaad, we hebben een... echt gewoon een goede spelverdeelstraat. Echt een hele goede. En dan ook nog netjes op het midden spelen. 10 tegen 13-0 tussen de voorsprong voor Stierrecht. Ja, de Vries. Snel paasje doorgetikt en doorzien. Ja, dan gaat Jolijn het afmaken waarschijnlijk. Ja hoor! Die staat ook echt fantastisch. Ja, die staat echt ja. Jolijn is aanvallend erg op de reep. Ja, tuurlijk, die kan ook volleyballen. die zit er ook op. Die zit er ook op, hoor. Timmerman, mooie omloopbal. Hij is schitterend. Nou, dit is wel precies de tijd. Eline is ook op... Timmerman is ook al... Op afstand de beste midden, samen met onze Carlijn dan. Ja. Van een Nederlandse eredivisie. Oh, nou, ja, dat is gestolen. Ja, die is wel gestolen, ja. Het is wel iets meer een wedstrijd aan het worden. 12 tegen 14 stand. Wel iets leuker om naar te kijken zolang Stierig maar vol blijft staan, zeg maar. Ja, absoluut. Ik heb de nummer 6 Dagmar Boom nog niet. Ik heb hem niet zien lachen, bedoel je? Of nee, alleen maar heel veel fouten. Ja. Ik,
niet goed voor de vibe in het veld, laat ik het zo zeggen. Maar de coach van Eurosport verrast ons altijd weer met de wissels. Want ik wou zeggen, nou die Dagmar kan er wel af. Ja, die gaat eraf. Gaat de kist een wissels eraf. Zo, dit is ook een klasse verdedigd door Savakou. Kijk, ja. Alles wat we kunnen verdedigen, dat hebben we. En dat heb ik wel eens anders gezien. Maar dit is echt fantastisch. Ze zijn er ook zelf verbaasd over. Ja, maar dan ben je gewoon niet te kloppen. Nee, precies. En dan nog een niet al te harde bal in de ruimte. Goed bal van Kors. Ja, het moet aanvallen nu alleen nog van Eline Timmerman komen. Ja. Nou, zolang hij niet aan kan spelen. Ja. Ja, hier. Ja, die gaat natuurlijk in de blokkering. Ja. Ik wil toch de coach van Eurosport het advies geven. Haal die zes daar. Ja, ze lijkt het niet te zien. Ja, Kalina service. Nou, kost nog gewoon goed te pasen. Zou ik niet opzoeken. Ja. Nou, nu kan Eurosport gaan bouwen via Kors. Ja, dat scoort ze wel. Ja, dat is op zich prima, maar ik denk dat als wij hem niet aangeraakt hadden, dat hij uit was. Maar dat ze kunnen, ja. Als daar koop je niks van. 17-13 staan we voor. Ik denk dat we ook in deze set wel duidelijk weer beter zijn. Onze foutlast is sowieso lager. Ja, daar begint het al mee. Nou, hele goede paas ook. Er kan zelfs samba worden gespeeld. Ja, dat kan je met je lijn ook wel doen. Gaat ze weer. Listig. Ja. Achterin. Veertien-achttien. Charlotte Vellener namens Eurosport. Ja, dit is gewoon een... Oh, net op de scherp. Maar goed, dit is... Hoe raar te brengen, dit is niet zo rap. Als je zo op het net paast, dan kan die net af en toe een keer te ver zijn. Dat... Is dan zo. De potentie wel echt een heel goed paasje. Ja, precies. Ja. Kijk, nou, hier, lekker kan hoog. Hier kan je alles mee. Kijk, ja, fantastisch. Zo. Ja. Dus ja, dit is, ja, dan, ja, als je dan van de 15 paasjes er één keer over het net legt. Hey, prima, maar 14 keer kan je volle bak aanvallen. Dat is wel heel lekker. Hey. Een 16-19. We hebben een gelijke stand gezien, maar volgens mij hebben we Eurosport nog niet voor zien staan deze set. Nee. Esther de Vries aan de service. Met dezelfde met de slaghand op. Nou, goed, doe maar dan. Hard achterin, goed gekeerd. Nou, boom. Die haalt wel de energie uit de punten die ze scoort. Ja. Dat is dan wel goed om te zien. Hey. Uitstekend. Dus moet ik mijn woorden terug gaan nemen. De coach van Eurosport heeft het goed gedaan. Dat was een tip van je, André. Ja, vind ik wel hoor. Dat is echt... Ja, smullen is dit. Ja, op zich wel. Allee, je snapt niet dat als we weten, hè, dat wij zien Flirty elke week. Eén keer in de twee weken. Veel diagonaal aanvallen. Ja, veel. Ja, en dat het dan zo'n bal waren. Ja. Het zou toch gek zijn als wij dat wel zouden zien en zij niet. Ja, dat is heel gek.
Met alle statistieken die ze met elkaar delen, alle beelden die ze met elkaar delen. Niets is geheim meer wat dat betreft in deze. Dus is het toch kwaliteit en tempo. Het tempo die Anna speelt en de kwaliteit van Fleur om er toch voorlangs te krijgen. Ja, die was net wat laag gegeven door Anna. Maar ze kruipen wel dichterbij. Ja, zo staat het plots inderdaad, André. 19 tegen 20. Ja. Nog wel 1 punt voorsprong, maar dat is natuurlijk relatief. Had uitgeroepen, ik weet niet of hij daar nog uit was. Maar zo staat het nu wel weer 20 tegen 20 in het slotstuk van deze tweede set. En wordt het gewoon weer spannend. Ja, time-out denk ik terecht. Ja. Zo, eigenlijk zonder dat wij het door hadden, André, heeft Eurosport ons een beetje in slaap gesust. Ja, misschien kan je het zo wel noemen, ja. We legden heel veel energie in de wedstrijd. Veel verdedigen, juichen, met drugs serveren. En dat is nog steeds heel goed, maar niet 100% meer. En zij hebben, dan maken we ook nog een paar foutjes. Hè. Jolijn die een bal uitslaat, Esther die een bal verkeerd paast. Balletje in het centrum die niet verdedigd wordt. Daardoor is het een wedstrijd. Zijn wij nog steeds beter? Moeten wij gewoon onze ding doen? Hè, wat we net zeiden, als we de paasjes zo brengen op het net, kan Anne daar alles mee. Maar goed, moet nu wel even gedaan worden. Moet het even vijf puntjes doen. Eigenlijk gewoon doen wat je al deed. Wat je de hele tijd uit deed. Ja. Nou, zoek maar op. Goed gekeerd. Nou, heb je de pijp. Ja, dat is lekker. Via Esther van Berkel. Ja. En je vraagt je af waarom die nummer 6 hem prikt. Onnodig. Val allemaal. Ja. Jolijn die staat er onder. Ja. Ja, goede paas. Ja. Ja, dan pakt Overtoom eventjes slim de handjes mee en staat het 21 gelijk. Ja, dit is niet lekker als je bij Eurosport speelt. Nee, maar heel fijn als je voor de blauw met witte kleuren bent. Ja, maar wel een belangrijke fase in de wedstrijd. Zo. Nou, laat me zien. Fleur. Gelijk. Nou, ik denk het wel dat Eurosport het gaat uitspelen, zoals het dan heet. De belangrijke ballen over de diagonaal spelen heen. Ja, maar je hebt dus daar zouden we op ons in kunnen stellen. Ja, dan ga je twee keer achter elkaar in de cruciale fase in de set ga je de mist in. Of het net in. Ja. Zien we een wissel aan de kant van Stierrecht. Komt Laura de Jong erin voor Carlijn, die mag gaan serveren. Bij een stand van 23-22 in ons voordeel. Goede serve, maar ook een goede paas. Ja. Klasse verdedigd, zeg. Hey. Nou, De Haan gaat het toch gewoon doen, denk ik. Overname, Kors, Overtoom. Dan wordt er wel goed gestreden, maar gaat het punt helaas naar Eurosport en zien we ook een terugwissel aan de kant van Stierrecht Sport verlaat Laura die op het veld voor nummer 10, Carlijn Jans. Maar in ieder geval weten we zeker dat de belangrijke ballen nu allemaal naar de diagonaal gaan. Ja, naar de 11. Want die heeft ze nou al drie keer op rij gehad en Eline Timmerman gaat nu naar de 8, gaat nu serveren, dus die zal niet meer aan het net zijn. Dus het is deze rotatie. Hier.
Ja. Maar die komt helemaal niet uit in de aanloop. Ja, daar kom je echt niet uit in je aanloop. Time-out genomen door de Eurospet. Setpoint daarentegen voor Stierrecht. Ja. Ja, het is wel even een spannend slotstuk dat we krijgen. Op zich wel leuk. Nou, prima. We hadden het, als je een kritische noot mag plaatsen, we hadden het niet zover hoeven laten nee. komen. We zijn een beetje, wat je zelf al zei, ingedut. Dat waren we een beetje. Ik heb het idee dat we nu wel weer scherp zijn. Alleen dat we een beetje pech hebben in de verdedigende acties. Bal die we wel raken, maar net niet goed krijgen. Ja. Goede service nu klaar, zet je in de tas. De vraag is alleen, gaat die spelverbeelding nu weer naar 11 geven? Bij een goede paas zou hij niet op de midden kunnen, maar nee, naar buitenkant. Alsof niets balletje, nou gaat ze hem dan op het midden, ja. Nou ja, goed. Ja. Ja. Dan sleep je hem toch binnen. Dat is prima. Heel goed, heel goed. Ja. Want hier, uiteindelijk heb je hier meer voldoening van. Hè, en balen zijn, de Eurospet baalt meer van deze set dan van de eerste set. Alhoewel je daar natuurlijk helemaal afgeslacht ja. Hier hadden ze een kans en ze hebben twee keer fout serveren. Verkeerde setup geven. Boven de 20. Dus ze geven drie fouten. Drie punten geven ze weg door eigen dingen. Dus daar gaan ze enorm van balen. En wij hebben alleen maar lachende gezichten. Ja. Dus dat is mooi. Toch het gevoel dat je meer kon halen terwijl je alles hebt verloren. Ja, dat is toch een mentale knak. Ja. Ik ben echt heel benieuwd hoe ze daar dan weer uit gaan komen. Ja, we gaan het zien. Derde set, we gaan het zien. Ja, na een korte break zijn wij weer bij u terug met het vervolg van deze wedstrijd tussen Stierrecht Sport en Eurospet in de wedstrijd in de kampioenspool. Derde set, Stierrecht Sport staat met 2-0 voor en wat we hebben gezien is eigenlijk Stierrecht dat twee keer een tik uitdeelt. Eén keer door Eurospet onder de 10 te houden en de tweede keer door Eurospet eraan te laten ruiken, maar toch met de winst even door te gaan in de tweede set. 2-0. Ricara service, trapt de derde set af. Ja, dat gaat wel wat hard in via De Vries.
ervaren speelster. Buitenland gezet, aan Amerika gespeeld, Zweden. Dus heb je wel die ervaring. Dus ja, die zal zich niet zo uit het veld laten slaan door een tegenvaller in zet. Nee, die is wel wat gewend, zou je zeggen inderdaad. En nog maar 27 en dan was ook ervaring. Ja. Het is toch wel zo aardig setje achterover. Ja. Goedemorgen. Eerste punt is ook binnen. He, ja. Altijd prettig, altijd fijn. Ja, dat is dan net weer zonde. Ja, maar zolang wij het onder de 10 doen en zij het boven de 20. Tekenen we. Maar goed, het is wel goed om in zo'n derde ook wel weer gewoon te starten. Dus niet te veel. Ze geven hem terug. Dat is mooi. Het is altijd een beetje een vreemde fase in de wedstrijd. Het is een derde set. He, want, ja, dat is zeker als je het 2-0 voor. 2-0 achter, maar het plaatst altijd een beetje vreemd van oké, je voelt alsof je al bijna gewonnen hebt, ja. Of bijna verloren hebt. Dus je maar die bijna gewonnen, dat is verraderlijk. Ja, dat is heel verraderlijk. Ja, ja. Bijna verloren, dat geeft iets een opluchtend gevoel. Je bent wat te scherp, maar... Ja, goed meegesprongen van Anna Rekaar, waardoor Eurospet iets wat in de war raakte. Ja, kijk. Die beukt even lekker een balletje binnen. Goeie paas van Kos, Susanne Kos. Die zoeken ze toch best wel vaak op, vind ik. Of heb ik daar nu een tunnelvisie voor? Ze zoeken haar vaak op, naar mijn gevoel. Yeah. Maar ja, ze is wel... ze is vatbaarder voor een fout. Ben ik dan duidelijk? Want als zij een fout maakt, dan baalt ze er erg van. Dan is de kans groter dat ze de volgende actie ook een fout maakt. Hè? Dus dan kan je maar beter haar proberen uit te halen. Oké. Okay. Ja. Nou, zien we een beetje lachende gezichten bij Eurospet, want 6-4 voor. Dan komt hij weer scherp en dan denkt ze... Is het een duel? Ja, goede bal gespeeld. Door eerst Anna, toen Lisanne. Komt nu aan service. Gaat er niet wel weer gelijk op. We staan nog steeds diezelfde twee punten achter. Ja. Maar het is een wedstrijd. Eurospet kruipt dichter en dichter tegen het niveau aan waar ze op horen te komen. Nou, toch hoog. Kijk wat we daarmee doen. Nou, opnieuw een rally. Ja, dit is lekker. Dat is in die blokkering. Van die boomlange Carlijn.
Was ook wel even nodig. Ja, deze heb je inderdaad even nodig. 8-6 of 5-9. Maar kijk. Eén keer, hè, Jan, je blokkeert een bal, je verdedigt erin, je komt weer in de rally. En dan loop je ook wel weer heel snel bij. Zo, aardig paasje nog met één hand. Ja, dat verdient het punt ook wel. Lekker hoog. Nou, van Berkel aangespeeld. Hinderboarding. Hoofdzaalwacht Theo erbij, jongens. Geen zorgen. Geen enkele zorg. Klasse, Theo. Eén puntje achterstand nog, bij 8-9. Fleur Savakou serveert. Ja, scherp paasje, die is voor Carlijn. Ja hoor. Prima. Staan ze weer gelijk. Juist. Nou, daar zit dat even tegen. Onnodig, veel risico. Als je de vorige bal zo serveert, hij kan dan eigenlijk, omdat ze al een fout maken, iets makkelijker, want ze zijn al, hè? Ze willen het best wel goed. Zonde. Ja, ook geen ramp. Dat is nog onder de 10, hè. Ja, zo zien we toch wel ook wel een brutaal eurospet in deze derde set. Ja, wat meer vrij uitspelen de eurospet. Wat me opvalt van de eurospet is dat ze... Ik zit heel erg te graven, maar heb jij ze een bal zien blokkeren? Nou ja, nu dit zo inderdaad aanstipt. Ja. Nee, niet echt. Jawel, maar niet... scoren. Nee, dat is dan toch wel. Ja, we zijn gewoon eventjes vierrecht serverend wat onder druk. En er werd gewoon onwijs goed verdedigd. Dat gebeurt nu ook niet meer. Ja, dan... Iets te makkelijk om dat te zeggen, maar bijna standaard voor een derde set als je 2-0 wordt. Dan wordt alle, hè, dan zakt de concentratie wat weg. Je hebt bijna gewonnen. Dat gevoel zal elke speler ontkennen, maar het is er. Ja, toch wat gemakzucht. Ja, precies. Misschien is dat wel het woord. Hè. Dat zie je dan. Hè. We maken serveerfoutjes, aanvalsfoutjes, paasfoutjes. Ja, dan daarmee help je ze, dan haal je de druk bij Eurospet een beetje weg. Ja, dan doen ze een sprongservice. En als ze deze ook goed slaat, deze sprongservice, dan gaat het wat worden. Ja, we gaan het allemaal zien. 12 tegen 9, de Vries aan service. Ja, dit is tijd voor een service. Ja. Ja, nu gaat het, gaat het lopen. Dit is zelfs olie voor de machine Eurospet. Ja. En wij kiezen ervoor om een extra stap naar achter te gaan, om bijna op de achterlijn te gaan staan. Maar nog wel met z'n drieën. Nou, dus met z'n drieën niet zo gaan. Nou, deze bal kun je iets meer mee. Juist, en dan kun je altijd op Jolijn de Haan rekenen. Die ofwel via de handen de bal
wel scoort, gaan we in de wissel kijken. Wissel die wij al eerder hebben gezien in deze wedstrijd. Carlijn plaat het veld voor servicekanon Laura de Jong. Bij een 10-13 achterstand. Ja, toch goed. Terugwissel en wij zien de lijn het veld weer inkomen. Of ja. Morgen het land, maandservice namens Euro Spet. Van Berkelt heeft even pasen, wat moeilijker. Overname. Ja, dat is heel juist. Te enthousiast naar de buitenkant gespeeld. Ja, hij is al over de antenne voor een linkshander. Nou, dan speel je hem echt anderhalve meter te ver. Jolijn, juist. Kors weer gezocht, hij gaat hem eroverheen spelen. Nou, Rally, bouwen dan maar. Omloopbal, maar. Opnieuw naar de buitenkant van Berkel. Hard via de handen. En die bal gaat uit. Met de stand op 12 tegen 14. Ik zie eventjes met de vuist ballen. Nou ja, dit zijn belangrijke punten. Heb je nodig, ja. Je hebt het belangrijk, want hier vecht je voor. Je komt in de rally, je dekt goed uit. Weer een aanval, via die handen dan de ander uitslaan. Die heb je hard voor gewerkt. Ja, ja. Ja, absoluut. Ja, dit is individuele klasse. Ja. Gewoon een erg goede volleybalster, Dagmar Boom. Ja, toch. Komt Sliedrecht maar niet dichterbij dan 2-3 puntjes. Nou, door de bal doorzien, opnieuw aan de buitenkant. Ja, de bal gaat in en we gaan denk ik een wisseltje krijgen. Is hier veel dubbele, ik denk een dubbele wissel. Zou ik me voor kunnen stellen. Ja, zou je de kijker eens kunnen meenemen in nou ja, de reden daarvan? Anna staat nu op links voor. Ja. Hè, dus Jolijn staat op rechtsachter. Hè, dus dat betekent dat je beste aanvaller is achter. En je spelbedeelste die niet aanvalt, die staat voor. Ja. Dus dan, als je dan een dubbele wissel steeds speelt, dan breng je je tweede spelbedeler op de plek van de diagonaal. Die wordt rechtsachter. Dus dan krijg je weer drie aanvallers aan het net. Ja. Dat had een optie geweest, maar Vera kiest om het vertrouwen te geven aan de DC6. Dus ook uitstekend. Ja, die bal die werd aangeraakt. Ja. En was voor mij gewoon in of zo. Nou, goed. Ja, goed. In ieder geval was die bal getoucheerd, naar mijn idee. Dat is een goede paas, hier kunnen we iets mee. Goed gekeerd. Ja, dan kun je hem inderdaad geven aan Lotke Overtoon. Speelt ook een puikenpot. Ja, absoluut. En is het verschil toch wel erg groot nu? 13 tegen 18. Ja. Wat een man. Maar goed, servicedruk leveren, een paar ballen echt verdedigen zoals we dat al hebben laten zien. Dat zal zeker meewerken. Kijk, dat is punt 1. Loop, zuivere kester zoals dat in volleybaljargon heet. Nou, nog maar een keertje dan. Ik denk alleen niet dat het een tweede keer succes gaat hebben bij deze ervaren speelster, maar... Als je hem over de heen...
op 8 meter. Kijk. Ja. Dat is een lekker tempo pas. Goed verdedigd, vuren. Ja hoor. Goede service hadden we, daar halen we een punt mee. Nu verdedigen we hem in de rally. Hè, waardoor we weer goed kunnen aanvallen. Dus uiteindelijk ziet de wereld er nu nog steeds negatief, maar wel al een stukje beter. 16-18. Ja, is al opnieuw de Vries gezocht. Nou, Overtoom, de blokkering. Ja, nu komt er een time-out aan de zijde van Eurosport. Want nu komen Sport toch wel heel erg dichtbij. En ja, het kan verkeren. Drie punten op rij. Daar begint het altijd mee met een uitstekende service. Hè, de nummer 3 de Vries echt onder de druk zet. Ik had hem liever over doorheen gezien. Hè. Dus nu serveert ze op een meter of 4-5. Hè, waardoor ze een enorme hoek moet maken. Maar ik zie hem er liever nog overheen komen, zodat ze naar achteren moet lopen. Dan weten we bijna zeker dat die bal achterover gespeeld wordt. Snap je? Als zij op 8 meter moet passen, kan ze hem dan nooit meer aanvallen. Maar ja, keuzes. Nee, dan schakel je er eigenlijk gelijk uit. Ja. Maar goed, als ze zo scherp serveert, dan maakt het allemaal niet veel uit. Nou, wel goed verdedigd. Nieuw Eurosport in de blokkering. Ja, daar gaan we nog een keer. Ja, zo, ja. Hard gewerkt. Klasse. Maar. Nou. 17-19. Ze is wel sterk. Ja, wordt het puntje weer teruggepakt en staat het weer 18-19 in deze derde set. Met onze beste 3 rotaties voor de boeg. Dat belooft inderdaad wat. Goed verdedigd. Oh, naar rechts voor. Hoog, je lijn hoog. Ja! De welke bal. Als je hem dan zo lang van tevoren ziet dat je naar rechts voor gaat, dan staat het hele blokkering. Dus als je hem dan hoog op die handen staat, als je via die handen hem eruit staat, dan is deze echt geweldig. Echt geweldig. Geweldige bal. 19-19. Ja, dan is dit ook lekker. Ja. En dan mogen ze opnieuw gaan bouwen. Ik denk dat we hem weer achterover spelen. Ja, dat is die handjes die dan ook worden gezocht. Wat je net al zei, inderdaad weer hoog. Ja, die handen. Ja. ...19 voor Eurosport. Eurosport aan service. Prima Fleur. Zelfde bal. Hoog. Hier hebben we zoveel verschillende mensen die zo hoog en hard kunnen aanvallen. 20-20. Fleur Sabelkoel aan service. Ja, dan is dat ook puik gespeeld van onze bezoekers. Ja. Je ziet het niet heel veel. De bal die ze zo doorsteekt op midden. Er is nog niet heel veel gedaan. Als een middenspeler speelt met Eline Timmerman. Maar nu komt weer Esther de Vries aan service. Die had in het begin van de set die 4 punten sprong service.
Ja, weer een goede service. Stop dat je deze hebt. Ja, tuurlijk. Geef maar. Achterover. Prima door ons dat door die service heen geworsteld. Ja, dat is lekker. Een mooi paasje. Ja. Ik begrijp ook niet helemaal waarom ze de vorige setup hè, in de rally, hè, waar ze op 22-20 zouden kunnen komen, die bal op die Dagmar geeft. Terwijl die Overtoom, die nummer 11, alles scoort. Maar goed. Ja, nu wordt ze. Nou, kom mijn vriendin erin. Ja. Nee, dat is heel flauw. Het is echt een super talent. Dat is het echt. Ze is echt fantastisch. En voorin. Dus ja, de logische wissel, want zij kan wel een bal blokkeren. Maar niet tegen onze Jella. Ja, zo zie je ook maar dat ze komt amper met haar pols bovenuit. Niet vol uitgesprongen, niet met volle overtuiging. En ja, dan moet je toch dit punt wel hebben. Ja. Dat is wat. Maar de tempo waarop Anna speelt, loopt ze niet dicht. Dus dat maakt het. De tempo van Anna is wel heel cruciaal. Ja. Ja, deze heb je ja, dus klas hoor. Goed verdedigd. Wordt er een netfout gefloten aan de kant van Eurosport. Dat betekent dat Sierra voor staat en dat er een time-out gaat komen van de bezoekers. 23 tegen 22. Nou, dit is wel eventjes een knappe. Ja, die doen we echt goed. Knappe omslag. Gewoon, waar we over gemakzucht. Ik denk dat we dat woord gebruiken in het begin van deze set. Dat is helemaal weg. Ze spelen er weer voluit voor met heel hard werken, prachtige aanvallen. Die dolijn hot is, dus geeft die bal maar aan. Ja. Maar goed, Esther van Berkel heeft dit soort wedstrijden al zo vaak gespeeld, die kan je me ook geven. Dus het is Anna kan kiezen. Nou, is luxe positie op deze stand. Kijk. Jolien Knollema brengt de spanning weer terug in de set. Komt de eerste diagonaal wessels erin voor Overtoom. Maar gelijk gaan ze veren ook. Ja, dat is dan wel heel erg lekker zo op dit punt. Erin komen, dat is niet gelukkig hoor. Erin komen voor de service. En dan uitserveren. Met de stand op 24 tegen 23. Een match point Sliedrecht. Gaan we nog een wissel krijgen aan de kant van Sliedrecht. Danny Dammers het veld in voor nummer 7. Esther van Berkel. Matchpoint. Nuffige float. Nou, Knollema. Die bal gaat uit, wordt niet aangeraakt. En zo zien we ook deze set gewonnen worden. 25 tegen 23, wederom voor Sliedrecht. Ja, André. Ongelooflijk. Ja. Is het opeens voorbij? Ja, zo'n beetje voorbij. Dus het was nogal een als de bliksem, zeg maar. Ja, net een uurtje. Ja, een uurtje. Nee, ik had echt wel hoge verwachtingen van deze wedstrijd. En de hoge verwachtingen hebben alleen Sliedrecht echt waargemaakt. Wij hebben echt heel erg goed staan spelen. Het paasende deel was goed. Dan kan Anna excelleren. En dan hebben we zoveel aanvalskracht. Nou, dat hebben we in het begin van de wedstrijd ook al verteld. Dan is het echt. Maar je zag vechtlust, je zag concentratie, je zag inzet, vreugde. Dus nee, ik ben zeer positief
verrast niet, maar gestemd over hoe wij gespeeld hebben. Ja, ik denk dat dit een mooie samenvatting is van het geheel dat we hebben gezien. Ja. Overtuigende dames. Echt sterk, echt overtuigend. Ja. De paas onder controle. Ja, en in mijn ogen, vanuit mijn perspectief, van mijn een indrukwekkende Jolijn. Ja. Jolijn die soms nog wel eens, wij zeggen wel eens, de rally eindigt bij Jolijn. Het is goed of fout. Ja, joh. Maar nu was het heel vaak goed. En als die bal echt moeilijk was, ik heb ze één bal uitzien slaan waarvan je denkt, nou die had je. Maar voor de rest, geweldig. En dan lever je zoveel druk voor op die leeftijd. Echt heel knap. Ja, fantastisch inderdaad gespeeld, Jolijn de Haan. Wij gaan afronden. Wij bedanken u voor het kijken. Trouwe kijker, dat vinden we altijd fijn. En ik wil eventjes jou bedanken, André. Want ik vind het altijd een voorrecht om met je te doen. Nou ja, dat hoeft niet. Maar ik vind het zelf ook erg leuk. En misschien de komende weken, we gaan wel meer uitzenden. Ik ben benieuwd. Tuurlijk. Technische staf, ook bedankt. Ja. Shout-out naar de boys van technische staf. Jongens, zonder jullie wordt het ook helemaal niks. Zit André en ik hier in niks te lullen. Dan luistert er echt niemand, hoor. Ook dat. En wij gaan... Ja, we gaan verslaan. We gaan de wedstrijd voor u verslaan, deze kampioenspool. En we zwaaien en u wordt bedankt. Tot snel. Dag hoor. Dag hoor.